Dan, er waren een paar kandidaat-Kamerleden met Twentse roots in de race voor een kamerzetel. Maar nu er ook is opgetrokken, lijkt het erop dat alleen Pieter Omtzigt en Hanneke van der Werf zeker zijn van een stoeltje. CDA-politicus Omtzigt zit er natuurlijk al jaren, maar D66er Hanneke van der Werf is nieuw. In Hengelo geboren en in Haaksbergen getogen en in Rekken opgegroeid. Sorry, van der Werf beleefde vandaag haar vuurdoop als Kamerlid. Hanneke, goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst gefeliciteerd. Dankjewel. Onvoorstelbaar, of niet, zo'n winst? Of had je het wel voorgesteld? Nou, voor mijn eigen plek was het natuurlijk niet zo spannend meer. Ik stond op plek 9 en we peilden al een tijdje rond de 15 en steeds meer richting de 20. Maar deze uitslag had ik niet durven dromen. Nee, echt vet op het droge ook, zeg maar, met zo'n uitslag. Zeker. Waar was je gisteravond toen je hoorde dat het zo uit de hand liep voor D66 aan de goede kant? We waren met een paar mensen op het partijbureau hier in Den Haag. We hadden om 8:30 een Zoom-sessie voor alle leden van D66 georganiseerd. Het was natuurlijk niet een gezellige uitslagenavond met een drankje en schermen. Jammer, hè? Ja, dat was natuurlijk heel jammer. Maar ik heb samen met Jan Paternotte een soort half uur voor de leden gepresenteerd naar de exit poll toe. En toen was het 9:00 en toen gingen wij snel zelf ook naar de tv kijken. En toen kwamen we er zo hoog uit dat ik wel even met de open mond stond te kijken. Ja, en wat gebeurt er dan op zo'n moment binnen de D66, appgroepen, Zoomgroepen? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb mijn telefoon nog niet bijgewerkt. Ik heb inmiddels, zit ik tegen de 200 appjes aan. Ik heb een paar mensen wel even een berichtje gestuurd en mijn ouders gebeld. Maar ik ga daar vanavond even goed de tijd voor nemen. Hoe laat is het voor jou dan geworden? Is het dan enorm feest tot diep in de nacht? Of? Nou, nee. Kijk, je zit natuurlijk nog steeds met corona. Dus een uitgebreid feest is er natuurlijk sowieso nog niet in deze situatie. Maar ik heb wel even een biertje gedronken en ben tot een uur of, 11 of zo gebleven. En toen ben ik naar huis gelopen. Ja. En ik kan dan toch de verleiding niet weerstaan om nog even wat nieuwe uitslagen te kijken die binnenkomen. En toen ik vanochtend wakker werd, checkte ik natuurlijk wel meteen, oké, hoe staan we er nu voor? Dus ja, het is... Dat blijft natuurlijk spannend. Ja, en toen zag de wereld er nog steeds rooskleurig of misschien wel groenkleurig uit. Ja, zeker. Ja. Nee, we hebben echt een heel, heel mooi resultaat behaald. En ik ben echt onwijs trots op hoe Sigrid Kaag het heeft gedaan de laatste weken. Die tv-debatten gingen natuurlijk heel erg goed. Heeft zij daar een groot aandeel in, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat zij het geluid van D66 op een hele... een prettige manier voor heel veel mensen op de kaart heeft gezet. Ik heb wel heel veel mensen uit mijn omgeving gehoord die niet per se D66'ers zijn, maar de beschaafdheid van haar verhaal wel heel erg aansprak. En ik merkte ook wel dat D66 is natuurlijk een partij in het midden, heel vaak de tweede keuze geweest van veel mensen. Mm-hmm. En als ik afging op de berichtjes die ik de afgelopen dagen kreeg, merkte ik dat het voor heel veel mensen de eerste keuze werd. Dat ze nog even checkten van, hey, hoe zitten jullie ook alweer op dat standpunt in het onderwijs? Of wat doen jullie ook alweer met wonen? En dat ze eigenlijk heel makkelijk zeiden van, dat spreekt me wel aan. Nou, ik ga deze keer op D66 stemmen. Ja, waar komen ze vooral vandaan dan? Ja, ik heb zelf het gevoel VVD, maar ook wel GroenLinks. Dat zal natuurlijk per persoon verschillen. Je weet natuurlijk ook nooit. Er zitten natuurlijk ook veel nieuwe kiezers tussen, veel jonge kiezers. Hey, en Hanneke, nou zou ik denken van, dan is het klaar. Hè? Dan kun je vanochtend, gisteravond om 11:00 naar huis. Misschien nog een biertje thuis, dan in de veren. En dan kun je even uitslapen. Maar dat zat er niet in, hè? Nee, wij moesten hier vanochtend op tijd aanwezig zijn. We hadden alweer een eerste fractievergadering in een groter zaaltje dan de fractiekamer van de huidige D66-fractie. Want daar pasten we niet in met deze grote groep. Dus dat was wel heel leuk. En vanmiddag ga je dan door de zogeheten wasstraat. Want je moet natuurlijk een hoop paperassen regelen hier met nieuwe IT-accounts en... een foto maken voor de kamer, het gezichtenboek hier. En je moet allerlei dingen ondertekenen en de geloofsbrieven regelen. Dus daar ben ik de afgelopen... Wat voor de geloofsbrieven?
Ja, je hebt als Kamerlid moet je allerlei formulieren aanleveren, zodat duidelijk is dat jij ook echt Kamerlid kan worden en een aantal dingen tekenen. Nou, dat hebben dan alle nieuwe Kamerleden, die kunnen dat hier doen. Mm-hmm. En dat heet dus de wasstraat. Ik zat te denken van brainwash ding, maar dat is het dus niet. wat je dan. De wasstraat is een populair woord, hoor. Ja. Het wil eigenlijk vooral zeggen dat je heel snel alle zaken hier zoveel mogelijk op orde probeert te krijgen. Maar dat maakt het wel een intense dag zo. Ja. Nou, je bent geen nieuwkomer. We hebben hier eerder gesproken hier in de studio. Geen nieuwkomer in de Tweede Kamer zelf. Hè. Je werkt voor de D66-fractie ook al een tijdje. Ben je dan vandaag nog voor dingen komen staan waarvan je dacht, hey, dat wist ik helemaal niet? Ik kreeg net wel een aantal dingen uitgelegd over de werkwijze en over je accounts en hoe het nou eigenlijk zit met allerlei praktische zaken. En dat weet je als medewerker natuurlijk niet. Dan doe je gewoon je werk. En als je dan Kamerlid wordt, dan besef je ineens, oh, ik moet allemaal dit regelen. En ja, ik moet ook wel zeggen, het qua ICT is er wel weer een aantal dingen veranderd. Toen ik wegging in 2018, was er nog weer wat minder digitaal qua apps en e-mail en dingen op je telefoon. Dus toen dat net allemaal geïnstalleerd werd, dacht ik, oh ja, we zijn nu weer 3 jaar verder. En dan gaat de tijd natuurlijk snel met dat soort zaken. Mm-hmm. Dan 31 maart, dan ben je pas echt Tweede Kamerlid, toch? Ja, we worden woensdag de 31ste geïnstalleerd. Normaal gesproken was dat meestal een week na de verkiezingen, geloof ik. Maar omdat het stemproces nu natuurlijk wat anders was, ook met al die briefstemmen en zo, is volgende week vrijdag pas de definitieve uitslag van de kiesraad. Mm-hmm. Dus dan weten we ook welke mensen met voorkeurstemmen gekozen zijn en dergelijke. Ja. Hoe kijk je nou aan tegen de komende maanden dan misschien tot slot, of maanden, misschien hopelijk weken, misschien zelfs dagen, als het formatieproces gaat beginnen? Wordt het een makkie? Geen idee. Ja, dat gaan we meemaken. Dat is nou iets wat, je vroeg me net, wat is nieuw voor jou? Nou, dat is dit. Ja. Daar kan ik echt nog niks over zeggen. Ik ben er eerlijk gezegd ook nog niet mee bezig geweest. Nee, helemaal niet. Nee, ja, weet je, ik ben voorlopig nog wel zoet met alle dingen die ik hier moet regelen. En we gaan volgende week wel horen wat de verkenners allemaal verwachten. Duidelijk verhaal. Hanneke van der Werf, dankjewel. Gefeliciteerd met een mooie winst. En succes de komende 4 jaar in de Tweede Kamer, als het 4 jaar zijn. Ja, dankjewel. Ik ga mijn best doen. Heel mooi. Ik kom nog eens langs als je in de buurt bent. Nou, hartstikke leuk. En tot slot, als ik alle kiezers uit het Oosten hier heel hartelijk mag bedanken, dan doe ik dat graag. Want we moeten volgende week vrijdag natuurlijk de uitslag zien. Maar ik heb een hele hoop berichtjes gekregen van mensen uit Enschede, Hengelo, Haaksbergen die op mij hebben gestemd. En dat geeft een heel warm gevoel. Ontzettend bedankt. Bij deze, Hanneke van der Werf. Dankjewel.